ben je zo terecht gekomen? Nou kijk, dat huis, dat is mijn voorvaderlijke woning, achter de huis. En dit was de schuur die erbij hoorde. En die heeft me toen op een gegeven moment van mijn vader gekregen. En ook mee doen wat ik wilde. Nou ja, ik bedoel in de zin van dat ik hier een huisje van zou maken. Dat heb ik toen ook gedaan. Ja, of 30 geleden of zo. En dat past mij als kleren. Als een schoen. En dan ben ik heel tevreden. Het is alleen heel te klein. En het grote nadeel is dat ik in mijn werk woon. Met alle gevolgen van niemand. Het is hier een bende. Ik moet dus altijd in het klei, het stof en het blubber wonen. Ja, want het is tevens ook meteen je atelier. Je hele huis is één atelier. Ja. Alles voor de kunst. Alles voor de kunst. Nou. Dat valt mee. Dat is eigenlijk wel goed. En dit is de onderkant. Dit is de onderkant. Kijk, en dit is een handje. Van die koeienmeid. Ja, want dit past helemaal niet zo, hè? Nee, dat heb ik... Wat moet je doen kijk, dan? Ik heb het rechtop gestookt. Ja. Want als je het neerlegt, dan moet die ergens op rusten. Op proems, dat zijn van die triangels, weet je. Maar dat is natuurlijk een ramp. Dat ziet er niet uit. Dan heb je van die wonden. Hè? Die moet je dan weer uitschuren. En hoe doe je dat dan? Dit is gewoon klei. Ik zet hem dus rechtop. Pak je het erop of zo? En dan maak ik een soort... En dus dan maak ik een soort standaardje. En het is wel een beetje eng dat hij niet opvliegt. Want je zet het met verbindingen aan elkaar, hè? Ja, met de pin-gatverbinding, zie je. Kijk, hier dan. Hier komt de pin in. Hier komt de pin in en daar wordt die pin ingeleid op de arm. Je hebt wel eens verteld over de manier hoe je werkt. Hè? Er komt hier een hele berg klei binnen. Ja. Dat moet ergens mee gemengd worden. Wat is dat gruis, zou ik maar zeggen. En dat gebeurt hier. En dat is een enorme troep. En dan maak ik allemaal plakken klei. En dan gooi ik die chamotte. Nee, dat is dat gruis. Dat gooi ik dan in het water. En dan maak ik een laag en dan doe ik weer een laag klei en weer een laag chamotte enzovoort. En dat snij ik weer aan stukken en dan maak ik een berg van en dan snij ik weer aan stukken. En dan ben ik 14 dagen zo bezig om anderhalve ton klei te maken. Dus, dan krijg ik wel assistentie bij van trouwe zielen. Maar dat is een klote werkje. Maar dat is alleen omdat die klei, die Franse grès die ik gebruik, die is niet voorhanden met chamotte erin. 40% zoals ik. Dus moet ik het zelf doen. Hoe doen collega's dat dan? Doen dat hetzelfde? Of? Die gebruiken andere klei, denk ik. Maar ik vind deze klei ideaal. Want die heeft een soort plasticiteit. En daar kan ik mee denken. Je doet vaak dingen uit de oudheid, hè? Dus mythologische thema's of dingen uit de Franse tijd. Bijvoorbeeld. En heb je daar een reden voor? Dat je zegt, nou kijk, ik vind die thematiek, daar kan ik mijn fantasie in kwijt? Of? Ja, nou dit is een kapstok. Je moet het is net zoals je een opera zou schrijven. Dan moet je een libretto hebben, dan moet je een verhaal hebben waar je die muziek omheen kan ophangen. Dat is eigenlijk de enige reden waarom ik zo'n thema neem. En dat het ook een samenhang heeft. Nou staat er op de achtergrond hier een beeld. Wat een van de wat grotere werken is. Ja. En hoe is dat beeld tot stand gekomen? Het was een beeld uit een groep. Want ik maak vaak een tableau vivant. En toen had ik de Déjeuner sur l'herbe van Manet. Weet je, die picknick met die blote vrouw. Ja. In de bomen, ze zitten te picknicken onder de bomen. En dat had ik als uitgangspunt genomen. Toen heb ik ongeveer die houding van
van die mensen op de schilderij aangenomen, maar dan met een hele eigen interpretatie natuurlijk. En toen op die tentoonstelling heb ik dat hele schilderij nagemaakt met mijn poppen. Kan je je voorstellen? En dit is zo'n figuur van de achtergrond. Die zie je in de verte onder de bomen, zie je ook nog iemand, zoiets schimmig. Maar het zijn een soort droomfiguren, hè? Het is vanuit jouw fantasie. Ja, maar ze zijn toch heel reëel. Nu. Dus uiteindelijk heel tastbaar. Uiteindelijk wordt het werkelijkheid, ja. Door een tuin heen lopen, dan heb ik eigenlijk de indruk dat je weet van ieder plantje en bloemetje weet je de naam en de Latijnse benaming. En, hoe is dat zo ontstaan? Mijn moeder is ook een tuingek kind geweest. En ik hou van planten. Maar heb je dan een soort fotografisch geheugen of zo? Is je dat ding over nou, voor mensen niet. Maar voor planten wel, ja. Lenen zich wel ook... Juist voor buiten. Ja, juist voor buiten. Ja. Want ze hebben ruimte nodig. En binnen, weet je, ze zijn expansief. En binnen gaan ze vechten. Vechten met andere dingen die er omheen staan. Moet ik het u uitleggen? Nou, dit is een mooi plek ook, hè, voor het beeld. Ja, het is moeder van Napoleon. Madame Mère heette ze, werd ze genoemd. Want ze was de moeder van al die broertjes en zusjes die in Europese vorstenhuizen terechtkwamen. En zij heeft altijd goed geld verzameld. Want haar motto was pour que ça dure. Als het maar duurt, zou ik maar zeggen. Maar ze zag wel op een gegeven moment in dat het een eind aan zou komen aan die carrière van Napoleon en zijn broertjes. Dus die heeft gezorgd dat er veel geld stond ergens op een geheime rekening, zou ik maar zeggen. Zodat ze de kinderen nog later heeft kunnen onderhouden, min of meer, toen het hele keizerrijk instortte. Als ik onderaan begin, moet ik ongeveer weten hoe hoog het wordt, of hoe groot, of hoe zwaar. Ongeveer de contouren weten van zo'n beeld. Want anders moet je natuurlijk rekening mee houden, anders flikkert die om. Bijvoorbeeld, dan wordt het op zwaar, ik zeg maar wat. Dus dat moet je wel een beetje in de gaten houden, want er zit nogal een gewicht in. Dus je moet wel een soort van, een klein beetje weten hoe je gaat eindigen. Is het zo dat je soms wel eens een gevangene voelt van je techniek? Nou, ik kan er niet denken langzamerhand. Hè. Het is een ingewikkelde techniek, maar ik heb het idee dat ik het wel beheers. Je kan er ontzettend veel mee, maar het heeft zoveel zijn beperkingen. Alles moet bijvoorbeeld een soort van piramidaal opgebouwd zijn, anders valt het om. Dus je werkt niet met metaal, metalen frames om een beeld op te bouwen? Omdat dat niet kan. Je kan niet metaal stoken. Waarom kan dat niet? Omdat je, ten eerste, je maakt iets van, ik zou maar zeggen, een armatuur. Hè, en daar doe je dan klei omheen. Maar dan gaat die klei drogen
En die armatuur, en dat is krimpen, en die armatuur die krimpt niet mee. Dus dan krijg je barse scheuren en ellende. Dus je moet puur uit je motten? Alleen maar met klei, ja. En als je het zou stoken, dan zet dat ijzer of dat koper of whatever, zet dan uit. En die klei niet. Dus dan krijg je, dat wordt een puinhoop. Dat kan helemaal niet. Dus je moet alleen maar met klei werken. Je kan er eventueel proper papier in doen. Of karton of zoiets. Dat verbrandt tenslotte. En dat krimpt ook niet, hè, dat zet er in en uit. Het is vaak dat ik uit de vorm denk. Dus dan vind ik dat de twee benen, twee armen, twee oren, twee hoorns. Dat is dan het getal van het beeld. Mm-hmm. Heb je daar... Heb ik verder geen filosofie over. Het is geen diepe betekenis, maar het is meer vanuit de vorm. Dus, weet je, een goed beeld heeft natuurlijk een zekere repetitie, een zekere herhaling, zodat er een systeem in zit. Dat is juist het leuke van beelden, dat is driedimensionaal, dus de achterkant is ook belangrijk. Ja. Weet je, een schilderijtje is maar plat, of een relief. Dus je moet het natuurlijk, je moet omheen kunnen lopen en aan alle kanten moet het een beeld zijn. Je hebt academie gedaan, hè? Ja. En welke academie was dat? Vrije Academie in Den Haag. Daar heb ik een jaar of vijf gezeten. Want dan ben je eigenlijk direct met beelden bezig? Nou, eerst, wat deed ik eerst? Beeldhouwen. Hakken? Nee, modelleren met klei, maar dan afgieten met mouwen en gips. Mm-hmm. En ik had natuurlijk geen geld voor brons, dan deed ik dan in cement. Ja. Maar dat geklieden met gips en mallen maken, dat is verschrikking. En bovendien, ik vind het zo leuk dat je erin kan bij een beeld, hè? Dat het doorzichtig is bijvoorbeeld. Nou, dat is dus niet af te gieten, zoals die pop daar. Die, daar kan je natuurlijk een jaar lang mallen van maken, maar je krijgt hem natuurlijk nooit zoals je bedoelt. En ceramiek, als je iets van klei maakt en dan bakt, dan is het wel een unicum. Maar je hoeft geen mallen te maken en je kan kleur erop smeren, hè? Glazuur. Ja. En je kan dus die holtes erin maken. Dat heeft deze dus niet zo erg, maar... Dus dit zou af te gieten zijn, hè? Ja. Maar die is niet af te gieten. En dat vind ik het leuke van keramiek. Het zit op de binnenkant, je kan er doorheen. Ja, want je kan er licht in laten vallen. Kijk, zoals daar nu. Ja. Zie je? En dan gaat het een beetje dansen zo, een beetje zweven. Kan je wat vertellen over het bakproces? Want je maakt een beeld, dat zet je op dat bakje één keer. Ja, dat heet biscuit. En dan komt het aard over, dan is het zo'n beetje rossig. En dan smeert de glazuur op met een kwastje, wat een kleerwerk is. Dat is echt slavenwerk, daar zou ik heel graag een hoed op voor willen hebben. En die dan lekker voor mij zou werken. Maar die heb ik dus niet. Dus dat moet ik zelf doen. Ik bedoel, voor deze collectie ben ik geloof ik drie maanden aan het glazuren geweest. En dan gaat dat weer de oven in en dan wordt het hoog gestookt. Ik stook ongeveer 1230. En 1230 graden Celsius. En dan, dan smelt die glazuur, dan wordt het glas enzovoort. En dan is het klaar, als het goed is. En dan later kan ik dan, als ik wil, goud, zilver, luster heet dat, erop doen en nog een keertje stoken op 700 graden ongeveer. Dus je bakt een beeld eigenlijk twee keer? Soms drie keer. Soms drie keer. En als ik niet tevreden ben met glazuur, dan stook ik hem nog een keer. Dan is het glazuur komt er over. En dan stook ik hem weer iets lager. Want als je als je glazuur in wezen opschildert, hè, ja. Dan heeft het nog niet de kleur uiteraard. Nee, dat is gewoon een soort, die maak ik zelf, een soort van smurrie. En daar doe ik lijm in en dan kwast ik dat elke laagje zes keer, zo'n lichtblauw of groen, ongeveer zes keer een laagje doorkwasten. Dus je maakt een glazuur, bouw je op uit lagen. Die lijm die brandt er natuurlijk weer uit. Maar dan kan ik zo'n groot ding, is dan nog te manipuleren. Als je er geen lijm in doet, dan valt het er meteen weer af. Dus dan kan je niet eens vastpakken. Ja, dat met een kopje. Hoe stel je dat samen dan, die glazuur? Ik heb een soort basisglazuur, dat heet Leach Limestone. Dat is kaoli, kalifeldspat, kwarts en nog eens wat.
vergeet ik het niet. Een krijt. In bepaalde verhouding en dat weeg ik af. En dan varieer ik op en dan maak ik het een beetje matter met zussen, een beetje glanzender met zo. En dan zit daar ertsen in, zoals koper of ijzer of kobalt of weet ik wat. Ik zit daar gewoon een beetje te mengen en roeren. En dan, is er dan, dan maak ik proefjes van, net zolang tot ze, dit zijn dus proefjes, net zolang tot ik een glazuur heb die bepaalde glans heeft die ik wil hebben. Je werkt naar een tentoonstelling toe natuurlijk, hè? Ja. En is het nou zo als je dan die tentoonstelling, als dat ingericht is, dat er voor jou een soort ontlading is, dat je zegt van nou... Nou, dat heb ik mij gelegd, ja. Ja. En dan hoef ik even niet. Ja. Want het is, vooral die overstokerij is spanning hoor. En het zijn slaaploze nachten. Want soms riskeer ik wel erg veel. Ik bedoel, vraag ik veel van het materiaal. Jawel. Maar ik hou niet van kunstenaars. Ze had de pubers.